In 1998 heb jij de stap genomen om deze camping te beginnen. Waarom deze camping hier in het Tusveld? Ja, dat klopt. Wij kregen zo vaak te horen van wat wonen jullie hier mooi? Van mensen die hier voorbij kwamen fietsen. En toen zei ik tegen mijn ouders van kunnen wij daar niet wat mee? We hadden hier dit grasveld liggen, we hadden geen kalveren meer. Vroeger was dit de kalverweide. En ja, zo langzamerhand, je gaat eens ergens anders kijken. Dus dan pik je je eigen dingen uit en ja, zo is dat langzamerhand ontstaan. En in het kader van de corona, heb jij daar nog speciale aanpassingen voor moeten doen? Wat heeft het voor jou en voor jouw camping betekend? Ja, dat was echt wel eerst een impact. Ik bedoel, de maand april, wanneer je denkt van nou, we gaan open, we hebben er weer zin aan. Het was mooi weer, dus hoppakee. Ja, toen was in één keer alles op slot. De veiligheidsregio Twente besloot ook om de camping op slot te doen. En natuurlijk gezondheid voorop. En dan is dat ook noodzakelijk. En dan is het afwachten van hoe wordt het geregeld vanuit het RIVM. Ja, dat veranderde van dag tot dag. Dus het was soms echt niet bij te benen. En dan ga je min of meer je eigen plan trekken van oké, stel dat ik op een camping zou staan. Wat vind ik belangrijk? Je anderhalve meter afstand houden sowieso. En ja, hoe pak ik dat aan met sanitair? Nou, toen we open mochten, was het sanitair eerst dicht. Dus mensen die zelfvoorzienend waren, die mochten komen. Nou, dat zag je voornamelijk de campers komen en caravans die een eigen douche en wc aan boord hadden. En ja, toen kwam het heel langzaam op gang. Want mensen hadden eerst nog geen vertrouwen in het kamperen of sowieso om naar buiten te gaan. Want het advies was ook, blijf bij huis. En ja, naarmate de tijd vorderde en het sanitair weer open mocht, merk je dat de mensen toch weer zin krijgen en ook het vertrouwen krijgen om te gaan kamperen. Nou, hier zijn we in het sanitair gebouw en we hebben een aantal aanrechten voor het tandenpoetsen, maar nu vanwege de corona even wat afgedekt en is er maar eentje open om de anderhalve meter afstand te bewaren. En dan hebben we 3 douches, 4 wc's, waarvan 1 douche wc is een combinatie. Dat is deze voor minder valide. Wat maakt deze camping zo bijzonder voor u? Nou, deze camping is heel bijzonder voor ons. Er heerst hier een Twentse sfeer, waar wij dus van houden. Er staan hier ook verschillende mensen die zijn ook geboren in Almelo. Dat maakt het bijzonder als wij dus een feestje of een verjaardag of een andere kant dat onze ouders in het ziekenhuis terechtkwamen, dan stonden we hier ook. En dat is ideaal, is dat. Wat geeft Almelo iets extra's voor u? Hij heeft me Almelo laten zien natuurlijk en ik ga daar altijd een keer winkelen. De douche is perfect, de camping is perfect, ik kan weer nog iets beter. Dus u vermaakt zich hier wel? Ja, veel fietsen, hartstikke mooi in de buurt. En dat gaat goed.